Goedemiddag, u kijkt naar het weerbericht van Weerplaza voor woensdag 19 augustus. Mooie temperaturen vandaag weer. In ieder geval boven de 20 graden op de meeste plaatsen. De zon die was er weer bij. En de hoogste temperaturen zagen we in het zuiden van het land. Rond de 22 graden. Nou, morgen zijn er ook zonnige perioden. Alleen in het zuidwesten van het land moeten we er rekening mee houden dat er toch wat meer bewolking is. Het heeft te maken met een storing boven Groot-Brittannië. En de wolkenvelden die komen net tot aan Nederland. Hier op de kaart zien we die wolkenvelden precies zo'n beetje over de Belgische-Franse grens liggen. Maar die wolkenvelden. Trekken dus naar het noorden en in Zeeland zou er misschien wel een spatje regen kunnen vallen. Elders zijn er zonnige perioden en blijft het eigenlijk overal wel droog. Dat geldt ook voor vanavond. De temperatuur die daalt er naar zo'n 18 graden. Er staat niet veel wind en er zijn opklaringen. En die opklaringen die zetten vannacht door en dat betekent dat er hier en daar wat mist kan ontstaan. Met name in het oosten en midden van het land. De temperatuur die daalt daar naar 11 graden plaatselijk. Morgenochtend zijn er wolkenvelden en zon. En in het zuidwesten van het land wordt die bewolking soms dik genoeg voor een spatje regen. Met name in de provincie Zeeland. Elders loopt de temperatuur op naar zo'n 22 tot 24 graden bij zonnige perioden. Wel ontstaan er in de loop van de dag ook wat stapelwolken. Er staat niet veel wind. De wind die er waait, die waait uit het zuiden en is zwak tot matig. De dagen erna wordt het nog warmer. Op vrijdag wordt het zo'n 23 tot 25 graden. De hoogste temperaturen in Limburg. In het westen van het land is er kans op een enkel buitje. Zaterdag wordt een echte zomerdag met overal temperaturen boven de 25 graden. Er zijn flinke zonnige perioden en het blijft overal droog. Op zondag wordt het broeierig warm. In de loop van de dag neemt namelijk de bewolking toe, maar de temperatuur is dan wel al opgelopen naar zo'n 25 graden. In de avond volgen er vanuit het zuidwesten een aantal buien, misschien ook wel met onweer. In het noorden van het land blijft het waarschijnlijk wel overal droog op zondag. En dan de dagen erna. Maandag en dinsdag krijgen we weer even te maken met een dipje in de temperatuur. Het kwik komt niet veel verder dan een graad of twintig, zoals het er nu naar uitziet, en ook kunnen er enkele buien vallen. Vanaf woensdag gaat de temperatuur weer omhoog en zijn de zonnige perioden. Het blijft daarbij vrijwel droog. Mijn naam is Raymond Klaassen voor Weerplaza.